Een hele goede morgen mensen. Leuk te kijken deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer nieuwe favoriete artiesten van de maand. Of voor jullie van de maand mei. En ja, in de afspeellijst hieronder in de beschrijving staat een afspeellijst over deze. Over deze serie of van Apple Music. Wil je gaan luisteren? Dat kan. Maar eerst even wat anders vertellen over deze serie. Voor ik ga vertellen wie het wordt en wie het zijn. En er zijn twee, drie leuke artiesten weer. Alle drie van talent toevallig. Dus ja. Het is namelijk zo dat ik afgelopen week uploadde, verrassing uploadde en ik kwam tegen weer auteur Slim. En ik vroeg me af of hij me een tip geeft om anders te gaan doen dan wat ik altijd doe, is liedjes te voorzetten. En ja, dat het eigenlijk niet mag, maar toch doe ik het. Want vanwege, ja, ik ben net zoals met je model, dus af en toe doe ik wel eens dingetjes, heb ik terug in de bond van de bij. En dan ook het melden van op mijn beschrijving of niet. Ja, dan weet je onder de comments wat ik moet doen. Of moet je inderdaad door zijn naar de afgelijst die onderdeel op de vrijwilling staat, naar het eruit luisteren. Of moet anders doen, laat mij weten hieronder. En zijn tips zijn zeker welkom mee. En ik lees alle comments van jullie die binnenkomen. En ja, we gaan beginnen met de aflevering. Deze eerste artiest die ken ik al een hele tijd. En vanaf 2 jaar geleden al, en dat is Kisco. Voor als ze serieus talent werken, ken ik hun al 4 jaar muziekschool Rotterdam. En hadden wij zelfs. En ja, het was echt gewoon leuk artiest om die even te promoten. En de naam is Kisco. En Kisco maakt best wel hele leuke, vrolijke muziek. En wat ik al eerder zei, ik al lang kende via Coyotes. Waar ik ooit mee werken, wil je hele serie zien over Electric Playback. Link staat hieronder, afleid hieronder boven in het liedje. En dan mag je nog terugzien. Hele dag over hele serie van Electric Playback. Dan vertel ik ook wel wat ik allemaal deed ongeveer toen ik daar wilde werken en wat ik erover dacht. Nou goed, daar hebben jullie over. Ik heb het over de artiesten. En volgende artiest is Elephant. En Elephant is ook 3FM-talent. Zoals Kisco. En ja. Ik ken Elephant niet zo goed helaas. Ik kan het geen openbare duurder nog. Want ja. Ja, ik weet dat het slecht voor mij is. Maar ik dacht gewoon, al geluk om nu eventjes te doen. Everything I know now, I would have turned out, still living in my hometown. Promoten en die dag om erbij te voegen in de video. Dus ja. Dus vandaag een zoiets van, goh, wat leuk, zo'n artiest. En ja. Voor de rest is het gewoon ook een leuke toffe muziek. Dus. Ja. En de laatste is Sonnier. En Sonnier is, ik weet niet waarom, 3% goed gevallig.
Ik liep hem tennis op mijn rij. En ja. Dus ik had zoiets van, joh, alleen een paar minuten keertje geven en de volgende keer in anderhalf uur, dus in mijn klas, de eerste keer die ik ga, wou ik me wel genoeg het liefst. Dus ik heb wel een idee welke het is voor volgende maand, maar weet het niet. Laat ik het even afwachten in volgende maand te weten. Wat jij zou willen zien van artiesten, of jij zou willen, ja, verder een tip hebben. Want die zag het ook weten, net als die tips over auteursrechten. Wat jij wat ik moet doen, maar ook laten weten welke artiesten ik de volgende keer zou moeten promoten voor als jij. Ik zou zeggen, zou willen zeggen, dat jij willen promoten, laat me zeker weten, niet anders. Dus, ja, ik ga zeggen, moet ik het volgende keer anders doen op mijn video's. Dus, ja, waar komen jullie, wat jullie willen graag zien. In plaats van beelden, extra beelden van artiesten die zitten spelen. Ik heb natuurlijk allemaal van lijst, dus misschien dat ik deze week al mee kan doen met jullie. En ja, vind je het leuk? Dan zie ik jou op de week gewoon dikke duim omhoog. Dikke duim. Ja, omhoog. En vergeet niet te liken op het kanaal te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou elke zondagmorgen om 9 uur in de ochtend een nieuwe video. En dan zeggen we tot de volgende week.